Hey, hallo. Je staat nu op de markt. Kijk maar even om je heen, dan zal ik er wat over vertellen. Culemborg begon als marktplaats, maar dan een echte, zonder internet. Boeren en kooplui kwamen hier bij elkaar om producten te kopen en verkopen. Mensen blijven hangen rond de marktplaats, beginnen winkeltjes, gaan er wonen. Zo groeit Culemborg snel uit tot een flink dorp. Hier werd ook recht gesproken. Voor straf kon iemand aan de kaak worden gesteld. De kaak was een schandpaal, waaraan je werd vastgebonden. Dan stond je dus voor paal. Als je het heel bont had gemaakt, werd gewoon je hand afgehakt. Of je kop. Dat gebeurde meestal op de Blauwe Steen, die recht voor het huidige stadhuis ligt. Als je goed kijkt, zie je de bloedvlekken nog. Hier heeft Gijsie, mijn huidige man, zijn straf gehoord. Alleen maar omdat hij mijn moeder heeft geholpen tegen zijn baas, de oneerlijke molenaar. Het was zo gemeen. De molenaar wilde ons geld laten betalen voor het vervoer van het meel. En hij heeft ook nog meel gestolen van ons, iedere keer als hij maalde. Toen hoorden we de straf voor Gijsie. Het hele plein stond vol. Kijk maar weer naar je scherm. Zo ging de rechtspraak eraan toe. Kijk, dat is Gijsie. Hij heeft de molenaar geslagen. Stil, de drossen wil wat zeggen. Burgers, boeren en buitenlui. Zojuist heeft de rechter het oordeel geveld. Gijsie heeft geweld gepleegd tegen zijn baas. De rechter heeft bepaald dat Gijsie veroordeeld wordt tot 2 dagen schandpaal. Na deze 2 dagen wordt Gijsie verbannen uit Culemborg. Hij mag nooit meer binnen de stadsmuren komen. Dit op straffen van ophanging. Boe! Het is oneerlijk wat de rechter heeft gedaan. Oh nee, Matje wordt flauw. Gijsie moet vrij. Gijsie vrij! Gijsie vrij! Gijsie vrij! Ga naar binnen en de poort sluiten. Speur door Culemborg naar mijn paaltjes om meer te ontdekken van het verborgen verleden. Je bent nu hier.